gefeliciteerd. Dankjewel. Met deze nieuwe locatie. Ja. Als je aankomt lopen, ziet het er spectaculair uit, moet ik zeggen. Dankjewel, dankjewel. Vertel, je dacht van, ik moet laten zien hoe het kan? Ja, wij zijn ongeveer een jaar geleden zijn we hier ingetrokken. We hebben de hele schuur zelf gebouwd. Samen met familie en vrienden. En hij is nu eindelijk klaar, dus dat willen we graag laten zien aan de mensen. Want wat is jouw bedrijf precies, Toms? Wij hebben een cateringbedrijf waarbij wij veelal met foodtrucks apart gaan. Maar ook catering in de breedste zin van het woord. Wij kunnen van A tot Z samen met onze partners evenementen organiseren. En hier laat je zien hoe het kan, hè? Ja, hier laten we zien hoe het kan. Kijk, we zitten natuurlijk in de evenementen, dus op je eigen open dag. We pakken flink uit samen met onze trouwe partners. En wat een prachtige dag. Ik sta er apetrots mee, ja. Dat moet ik zeggen, ja. Dat je een zoon hebt die in drie jaar zoiets kan opbouwen, hè? Ja. Had je dat gedacht toen hij een klein jongetje was? Hij is altijd wel heel ondernemend geweest. Zo gaandeweg ontplopt het zich dan. Hij komt van een boerderij, hij is altijd in een boerderij geweest hier. Daar voelde hij helemaal niks voor. Maar nu komt het ondernemerschap eruit. En hij leert zich helemaal uit in de horeca, in de catering. En dat gaat wonder boven wonder goed gaat dat. Ja. En van wie heeft hij dat ondernemende? Ja, dat zit wel een beetje in de familie, denk ik. Ja. Je bent begonnen met een paardenteler en er staat er zo eentje achter jou. Had je ooit gedroomd dat het nou zo groot geworden zou zijn? Ja, had ik in het begin niet gedacht. Ik ben begonnen met één wagen om als hobby erbij te doen en te kijken hoe het ging. Dat is in coronatijd is dat ontzettend hard gegaan. En nu hebben we er 10. En is het een heel ander bedrijf. Toen deden we meer festivals. Nu doen we echt bedrijfsfeesten van A tot Z. En dat bevalt super. Ik vind het super leuk om te doen. En het is niet meer alleen een broodje Tom, hè? Nee, dat is het zeker niet. Nee. Wij merkten wel, hamburgers, dat doen al heel veel mensen. Friet doen heel veel mensen. Dus hoe kunnen we onszelf dan onderscheiden van de rest? Nou, we hebben dus nu 10 wagens. We kunnen echt een compleet aanbod leveren. Ik denk dat we wel 25 verschillende concepten hebben, van sushi tot hotdogs, luxe meergangendiners. Eigenlijk doen we alles nu wel. Nu ben je in 3 jaar zo groot geworden. Hoe is het over 3 jaar? Ja, geen idee. Ik moet zeggen, met die 10 wagens die we nu hebben, is planning genoeg. Daar zijn we echt heel erg druk mee. We zitten ook voor aankomende zomer al zo goed als vol. Dus laten we eerst dit jaar maar weer eens doorkomen en dan kijken waar het strandt. Diede, jij werkt bij Tom, hoe is dat? Het is superleuk, het team is supergezellig, het zijn allemaal een beetje jonge meiden, jongens, het is een beetje van alles wat. Daarnaast is het werk heel gevarieerd, wat het heel erg leuk maakt. We gaan de hele dag werken, maar daarna doen we vaak nog een borrel, we zijn met z'n allen, we hebben leuke personeelsfeestjes. Ik vind het echt heel erg leuk. Eigenlijk is het voor jou uitgaan tijdens je werk? Ja, zo kun je het soms wel een beetje noemen. Nadat we een evenement hebben gedraaid, gaan we lekker naborrelen, gaan we de kroeg in. Ja, dus ik vind dat heel leuk. Nou, ik hoop dat er heel veel mensen komen, dat er heel veel belangstelling is. Daar lijkt het wel op. En we willen graag de schuren laten zien. Tom wil graag zijn bedrijf laten zien. Collega's waar Tom mee samen doet, die wil zich graag presenteren vandaag. En ik vind het zelf, ik vind het heel mooi uitzien. En we moeten het maar zien. Ik hoop dat de mensen het leuk vinden. Heb je genoeg medewerkers? Het is allemaal jong en jeugd hier, wat ik zie. Ja, ik moet zeggen, daar hebben we helemaal geen problemen mee. De dames en jongens die blijven zich aanmelden. Ook deze zomer zijn we weer op zoek naar extra mensen. En ik moet zeggen, we hebben een heel leuk team en dat sport elkaar weer aan. En vriendinnengroepen en jongensgroepen komen bij ons werken. Dus super. Gaat helemaal super. Eigenlijk al één groot feestje, hè? Ja, is één groot feestje. Ja, zeker. Wat je zegt, allemaal jonge mensen. Het is echt super gezellig. Een topteam. En welk leuk evenement staat je nog bij? Nou, we hebben bijvoorbeeld Hanna van Hendrik natuurlijk gehad. Dat vond ik super leuk. Op een gegeven moment werd het natuurlijk, dat doe je altijd hetzelfde, maar met het team was het superleuk. Ik heb nog een personeelsfeestje gehad van SKO, dat was vorig jaar. Dat was ook leuk, mocht ik achter de drank staan. En dat is ook het leuke van Toms, want alle mensen die hier komen zijn altijd super enthousiast. Iedereen wil graag wat eten, wil graag wat drinken, dus dat maakt het altijd heel leuk. De sfeer is altijd heel leuk, goede muziek. Ja, vandaag laat jullie zien wat Tom allemaal in zijn mars heeft, hè, op deze open dag. Ja, precies. Wat vind je van deze dag? Spannend, maar heel leuk. Er komen natuurlijk heel veel mensen op af. Ik denk verschillende mensen, maar ook eventueel nieuwe klanten en die kant op. Dus ik vind het heel leuk, spannend wel. Dus ik ben benieuwd of alles goed gaat en we alles goed hebben voorbereid. Dus we waren hier vanochtend al vroeg om dit te gaan regelen. Maar heel leuk. Ik heb er heel veel zin in. Ja, ik hoop gewoon dat de mensen geïnteresseerd zijn in onze locatie. We willen graag laten zien wat we allemaal doen. Niet alleen wij, maar hier staan ook heel veel partners van ons die laten zien wat ze in huis hebben.
Dus ik hoop dat de mensen gewoon een goed beeld krijgen van ons bedrijf. Dat we dus niet meer die ene festivalfoodtruck zijn, maar dat het inmiddels heel veel meer planning is, een veel groter geheel. Met heel leuk team, prachtige locatie, mooie producten. Ik hoop dat we dat over kunnen brengen op de mensen. Een hele mooie grote droom. Je bent begonnen als opleiding, hè, om te leren koken als kok. Heb ik dat goed? Ja, ik heb de hotelschool gedaan inderdaad. Ja. En dan sta je nu hier? Ja. Ik denk dat iedereen trots op je is. Ja, dat hoop ik. Ik ben zelf ontzettend trots ook op het team en de locatie. Natuurlijk op het terrein van mijn ouders. Dat is natuurlijk prachtig. Dankjewel. Dankjewel.